Hoi allemaal, ik ben Jami van Light Splash en vandaag ga ik jullie wat ideeën geven om te doen met een panty die een ladder heeft. Het moment dat we allemaal een panty aantrekken en we ontdekken dat er een ladder in zit, herkennen we allemaal wel. Ik weet niet hoeveel panties jij al hebt moeten weggooien omdat er heel veel ladders in zaten, maar ik heb echt al heel veel panties weggegooid. En achteraf denk ik, hé, dat is best zonde. Dus vandaag ga ik wat ideeën geven hoe jij je panty kan hergebruiken. Het eerste wat ik altijd doe is de panty in delen knippen. Meestal hou ik de voetjes eraf en het gebied waar je benen horen te zitten. Want die delen kan ik voor verschillende dingen gebruiken. Je oude panty kan je gebruiken als schoonmaakdoekje. En voor schoenen is die best wel fijn, vind ik. Maar je kan hem ook gebruiken voor auto's, voor in de keuken, voor tegels. Je kunt het best kijken wat voor jou het fijnste werkt. Een van die haardonuts die ze in de winkel verkopen om een knot in je haar te maken. Ja, ik had ooit een filmpje gemaakt hoe je met een sok een donutknot kan maken. Met een panty kan het ook. Waar je wel op moet letten bij een panty is dat een panty dun is. Dus dat betekent dat je wel meerdere panties moet hebben. En die dan samen bundelen tot één donutknot. Of je moet echt een hele dikke panty hebben. Ik heb wat lavendel van buiten gehaald. En het idee is om deze dan in het zakje te doen. En die kan ik dan dichtknopen. Zodat ik hem ergens kan ophangen in mijn kledingkast of zo. Zodat het daar ook lekker ruikt. Wat ik wel heel schattig vind trouwens, is dat deze pen die stipjes heeft. Waardoor het zakje er iets leuker uitziet. Je hebt ook pens met hartjes en dat is ook wel leuk om het daarin te doen. Maar als je er niet van houdt, hoeft dat natuurlijk niet. Ik knip ze iets kleiner, zodat het makkelijk in het zakje kan. Dit is alle lavendel die ik heb. En die doe ik er dan gewoon in. Er zijn mensen die zeggen dat lavendel helpt tegen slaaploosheid. Dus nou ja, je kan het natuurlijk ook bij je bed neerleggen en er 's nachts mee gaan slapen. Ik weet niet of het helpt, maar nou ja, wie niet waagt, wie niet wint. Er zijn fotografen die hun panty wel gebruiken als soort camerafilters. Dit kun je ook doen met van die doorzichtige sjaals. Wat je doet is een panty en dan maak je wat gaten in. Je kan eventueel met wat gekleurde spuitbussen of ander kleurpigment kan je erop gaan. En doe je dan over je camera heen. Dat zorgt voor een heel cool effect. Het beste is natuurlijk ladders voorkomen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat je kan doen als je een klein ladder hebt die bijna dreigt door te scheuren, is er een beetje nagellak op doen. En doe je dan aan de uiteindes, zo kan de ladder niet doorscheuren. En stel het is een hele kleine ladder en die ladder wordt bedekt door je kleding, waardoor je de ladder niet ziet, nou ja, dan is er geen probleem toch? En kan je de panty gewoon nog blijven dragen. Misschien herkent wel dat je van die hele kleine dingen, zoals een oorbel, tussen een kast bent kwijtgeraakt en je kan er niet bij, want je vingers zijn te dik. Nou, met een stofzuiger zou je dan zeggen, dan zuig je hem op en dan komt hij jouw kant op. Maar dan komt hij in de stofzuiger. En dat wil je niet, want dan moet je hem er weer helemaal uithalen. Wat je kan doen om dan toch te pakken, panty om je stofzuiger heen en stofzuig hem maar. De panty zorgt er wel voor dat de oorbel jouw kant op komt, maar niet in de stofzuiger komt. En dan heb je hem weer. Ik hoop dat jullie wat zulke tips hadden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week dinsdag weer. Doei!